Met hoeveel mensen mag je maximaal naast elkaar fietsen? 2. Kijk, zijn allemaal goed geantwoord. Kinderen uit Amsterdam hebben zaterdag hun fiets laten controleren tijdens de fietscheckcampagne. Een lokale fietsenmaker keek de fietsen grondig na in een speciale pitstraat. Nou, en bel eens even met die bel. Oké, die moet eigenlijk even nagekeken worden, hè? Want die moet natuurlijk wel... Zo kunnen we hem niet horen. Onze fiets wordt gecheckt. Want? Ja, we gaan gewoon naar de fietscheck. Ja. Anders gaat de auto de fiets oprijden. Als je het niet doet, dan kan je verkeersongelukken krijgen. Niet alle fietsen bleken in orde te zijn. Kleine reparaties werden ter plekke uitgevoerd. De meeste zijn de remmen, de bellen die missen en de verlichting. Ik vind het een hele goede actie. Zelf kijk je toch niet altijd naar die fietsen van die kinderen. En als dat nu eens een keer goed gebeurt, dan geeft het een goed gevoel. Ja, een heel goede actie. Kinderen moeten meer fietsen. En op deugdelijk materiaal. Het gaat behoorlijk hard, deze fiets. Dus het is denk ik wel goed dat we er goed naar kijken. Ik vind het heel erg leuk. Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken doordat fietsen niet in orde zijn. Daarom zijn Veilig Verkeer Nederland en Shell deze campagne gestart. De meest voorkomende defecten aan fietsen zijn de remmen. Waardoor kinderen niet op tijd stil kunnen staan in een gevaarlijke situatie op kruispunten bijvoorbeeld. Fietsverlichting, waardoor ze 's avonds of in het duisternis moeilijk zichtbaar zijn. En ook zadels die vaak te hoog staan. Dat lijkt heel onbelangrijk, maar daardoor kunnen kinderen moeilijk afstappen. En kunnen ze zelfs vallen als ze moeten stoppen. In heel Nederland beginnen de scholen weer, daardoor wordt het aanzienlijk drukker op de weg. Shell vindt verkeersveiligheid heel erg belangrijk en daarom doen we ook deze fietscheck. Op 31 augustus kunnen kinderen in Zoetermeer, Dordrecht, Harderwijk, Maassluis en Amersfoort ook hun fietsen laten controleren.